Nou, mijn vader gaan we vandaag even leren om de ruimte in te schatten bij file parkeren. Ik kan op zich heel goed file parkeren in de straat. Alleen ik weet nooit goed hoeveel ruimte ik heb als ik wegrij. Dus hoeveel ruimte ik nog heb om de auto voor me weg te rijden. En als ik inparkeer de auto achter me, hoeveel ruimte daar nog is. En even achteruit inparkeren. Want dat heb ik al in mijn les gehad in 2009. En bij mijn oprichtlesjes heb ik het ook een paar keer geoefend. Maar het is eigenlijk een beetje weg. En als ik het zelf doe, dan bak er niks van. Dus we gaan eens even kijken. Toen start mijn auto niet. Gaan we bezig. Daarheen, hè? Ja. Daar draai ik even. Of niet? Nee, ik wil even omdraaien. Oh ja. Dat is een rijles dit. En waarom? Oh ja. Ga je wel één of vanmiddag? Ja, klopt. Of nu of twee, hè? Van hier rechtsaf. Ja. Deze weg is, draai ik weer terug. Ja. Dat gaat op zich wel, want het is de ruimte inschatten. Kijk, nu sta ik zo. Ja. Dan sta ik op zich goed. Ja, het is natuurlijk een beetje met die het glas. Dan vind ik dus lastig hoeveel ruimte ik achter nog heb en dan bij het wegrijden. Dus ik weet eigenlijk totaal niet, is daar een foefje voor? Ja, als je hem zo neerzet, heb je altijd ruimte om weg te gaan. Ja. Maar meestal zet ik hem nog een stukje naar voren, omdat ik heel veel ruimte voor me nu heb. Ja, dat is waar. Ja, want dat is toch lastig. Ja, dan zou je een auto achter je moeten hebben. Want dat is een beetje, ja, ja, net een plekje moeten hebben waar dat ook zo is. Ja. Maar even een rondje rijden, kunnen we even kijken waar, of er ergens wat staat. Ja. Ja, je hebt een stuk een halve meter naar voren zet. Nou, dat kan ik wel eens even doen. Kijk, nu vind ik het dus ook wel lastig van hoe ver heb ik nog. Ja, maar dat is genoeg. Ja, dus een beetje tot het rek haken. Ja. Ja, daar je net de onderkant van de bumper zie je. Nou, dus toch wel. Ja, maar nou heb je ruimte genoeg als je een klein stukje naar achter gaat. Nou, dan kan je weer zo wegrijden. Ja, oké. Okay. Dat is een beetje ook. Even kijken of er twee auto's achter elkaar, of ruimte tussen twee auto's zit. Ja. Je moet natuurlijk ook rekening houden dat je een auto niet vastzet. Nee. Zo kut achteruit ook af en toe. Heeft hij hem niet? Nee. Moet je even je koppeling een keer op laten komen. En dan weer indrukken. Ja, nu heb ik hem, maar dat ging niet van harte. Ja, maar dat is genoeg. Zo wel genoeg? Ja, nou, helemaal naar rechts draaien. Ja, dat vind ik dus doodeng, hè. Dat denk ik echt, voordat ik tegen die auto aankom. Ja, het is maar een klein stukje. Ja. Ja, dan heb je ruimte genoeg. Ja. We kunnen even kijken twee ruimte zit tussen twee auto's. Nou, wat gaan we doen, Opoe? Ja, dat is wel een richting aan huis. Ja, maar net zeggen. Klimmen. Nou, dat lukt niet, dat we... Ja, dat is een andere kanaal, of niet? Ja.
even niet zo. Ja, daar. Tussen die twee. Dat is niet zoveel ruimte. Ja. Ja, het kan wel. Ja, dat is wel veel ruimte hoor. Ja, ruimte is dat. Hier. Het gaat te veel meer auto over, denk ik. Ja, met het indraaien. Ja, met indraaien, ja. Ja, deze met de redtrek net niet. Ja, dan ga je een stukje naar voren. Even. Ja. Ja. Draai naar links. Ja, helemaal. En dan naar achter. Ja, helemaal naar draaien. Dat gaat gewoon. Ja, helemaal. Ja, dat is de tweede stoep. Ja. Ja. Naar links draaien. Een stukje naar voren. Nog maar links draaien, zo heel mogelijk. Ja. Nog meer. Ja, rij maar een stukje weer dan nog. Kan nog. Nog een stukje. Ja, helemaal. Nou, dat vind je lastig, nou, die rij. Draaien. Ja, dat is een klooi, maar dat is met elke auto last hoor. Ja. En je staat goed, helemaal. Oh ja. Kijk, en nu? Zie je die bumper. Nee. Nu vind ik dus lastig hoe ik sta. Ja, maar dan heb je vanachter heb je natuurlijk wel wat ruimte. Ja. Nou, dan kan je een stukje naar achteren. Nou, maar stel het even stoephand aan, hè. Een stukje naar voren nog. Dat gaat het nu niet. Een stuk zeewater van. Gewoon rustig blijven. Ja. Ja, nu sta je mooi recht. Nou, dan kan je nu naar achteren. Ja, gerot, daar ging ze achteruit, hè. Het is echt, maar ik zei het ook, maar ze zei er is niks mis mee, zei ze bij de garage. Ja. Nou, hou maar. Dat is al genoeg. Dus eigenlijk tot je de bumper, de onderkant van de bumper een beetje ziet. Ja, je kan nog een stukje naar achteren, als je achter nog ruimte hebt. Ja, dat heb ik wel, denk ik. Ja, oma. Dat kijk ik niet. Maar dat kijk ik ook niet hoor. Dat vind ik ook lastig. Ja, dat is lastig te zien. Je kofferbak zie jij ook niet, dat is vervelend. Nee. Dus, nou, dan naar voren helemaal naar rechts draaien, als je gaat rijden. Dus eigenlijk een beetje de onderkant van de kofferbak, van de bumper. De onderkant van de bumper aanhouden, dan heb je in ieder geval ruimte genoeg. Ja. Maar nu zie ik min dan de onderkant van de bumper. Ja, hè? Dat kan wel. Ga maar, draai maar helemaal naar rechts. Helemaal naar rechts draaien. Komt er niks? Nee. Ik kan gaan zien. Ja, weet ik niet. Ja. Dat vind ik zo eng. Ja, maar anders moet je gewoon wat meer ruimte pakken voor je eigen. Dat je echt helemaal de onderkant ziet van. Als je de onderkant van je voorste auto aanhoudt, dan heb je ruimte zat. Ja. Nou, dat blijft altijd lastig. Ja, je kofferbak zie je natuurlijk ook niet. Nee. Dus ja, dat is een beetje. Het is beetje, een beetje pavol. Ja, dat is een beetje lastig inschatten. Ja. Maar dan denk ik in ieder geval een beetje van dat je best veel ruimte hebt. Ja, bij Vincent Renner ook best wel snel allemaal, die op V6 natuurlijk. Ga maar even terug naar die andere plekje. Mag 25 parkeren. Gaan we net slom. Nou, bij het bejaar rijden. Ja. Nee. Als je echt die voorkant van je, de achterkant van de auto die voor je staat aanhoudt, dan heb je in ieder geval ruimte zat. Ja. Dan is het inderdaad lastig om achter. Dat blijft lastig. Ja, dat blijft rotten, maar dat is bij elke auto is dat, toch? Ja. Dat heb ik soms ook wel eens. Ja, goed, mijn achterkant is ook gelijk mijn achterkant. Er zit bijna niks tussen. Nee, precies. Dus dat is dan een voordeel. Even kijken, hoe zou ik hem even staan zetten dan om mijn achteruit te parkeren gelijk? Hier zo? Ja? Ja. Even gewoon met ruimte ertussen, gewoon tussen het vak. Dat vind ik het makkelijkst. Ja. Ja, als er je bus aankomt, dan kunnen we dat straks. Nee, doe maar niet hoor. Helemaal draaien, zo ver mogelijk. Ja, dan komt het niet uit. Nee, waar moet hij dan? Als je hem zo ja, maar dat komt omdat je natuurlijk voorheen dat je natuurlijk naar daar draait. Ja, nu praat recht. Ja, nu. Oh, zonnebril nou. Goed. Ja, klopt. Ja, dat kan bijna niet anders. Dat is een drama. Dat is gewoon geen parkeervak om te rijden.